En zoals ik al zei, het is de derde keer dat we nu ook in Zundert u gedenken. Morgen zal er in Den Haag de Nederlandse Veteranendag plaatsvinden. En die aandacht is niet meer dan terecht. Want wij zijn u zeer dankbaar voor uw inzet voor vrede en veiligheid. Waar ook ter wereld. Harry Aerts uit Ruisbergen, je bent ook een van de gasten van de Veteranendag. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 68. En hoe lang is het geleden dat jij ons land vertegenwoordigd hebt in het buitenland? Dat wordt volgend jaar april 50 jaar. Waar heb je gezeten? Waar is het even aan? In Nieuw-Guinea, hier bij die ster. In Cayman hebben wij gelegen. En hoe lang ben je daar geweest? Zijn wij 7 maanden weg geweest. Wij zijn 4 april vertrokken met de boot, met de Zuiderkruis. Want we zijn de wereld rondgevaren met de boot. Ik kom in Ermelo vrijdagmiddag aan en dan kwamen die jongens uit de kantine volgende week Nieuw-Guinea toe. Dus. En hoe heb je het ervaren? Nou, achteraf is het goed bevallen, maar van tevoren had ik het heel moeilijk op de boot mee weggaan. Want wij kenden niemand van het peloton. Vind je van zo'n Veteranendag? Nou, ik vind het heel mooi. Kun je emoties en zo delen? Ja, ik vind het wel. Ik vind het een mooie middag. Ik zit hier bij meneer Balemans aan tafel. Meneer Balemans, leuk dat u er ook bent. Mag ik vragen hoe oud u bent? Haast 92. 92? Ja. Hoe lang is het geleden dat u ons heeft vertegenwoordigd in het buitenland? Ik heb op Ippenburg gezeten in de meidagen van 40. Wij waren bij de artillerie, maar we kregen infanteriedienst. Wat vindt u van deze dag? Mooi. Ja? Leuk om met mensen te praten? Jawel, ja. Hoe lang is het geleden dat u ons vaderland gediend heeft? In 1961, 62. Bent u in het buitenland geweest? Ik ben in Nieuw-Guinea geweest. U hebt een hele rij prachtige onderscheidingen op. Vertel eens, waar zijn die allemaal van? Dat is dit is de Europese onderscheiding. Dit is een lidmaatschap van het Veteraneninstituut. Dit is ook van de veteranen. Dit is brons, dit is zilver. Dit is van de Alborne-wandeltocht. En dit is het herinneringskruis van Nieuw-Guinea. En de belangrijkste is deze. Dit is het herinneringskruis van gewonden. Daar in zie je gewonden. En dan staat hetzelfde als het Purple Heart wat de Amerikanen krijgen. Hoe lang is het geleden dat u in het buitenland was voor ons landje? Ja, in 1949 zijn we teruggekomen. En waar bent u naartoe geweest? Noord-Sumatra. Hoe was het daar? Even van mee dan. Ja, niet best toen. Oorlog mee? Wij hebben heus wel wat meegemaakt, ja. Hoe lang bent u daar geweest? Meer dan 3 jaar. Nou, ik wens u nog heel veel gezellige veteranendagen toe. Ja. En dat u er nog lang maar van mag genieten. Ja, dat hoop ik ook. Hè. Dag, waar bent u geweest voor ons in het buitenland? Ik ben een oorlogsvrijwilliger geweest. Toen wij hier bevrijd waren, in Zundert, zou ik maar zeggen. Ben ik in januari met Piet Hoekman, vrijwillig, naar Brussel gegaan. En daar zijn wij opgeleid, ik en de genie. Engineers Kooi, onder Engels commando. Die kwamen in Bergen op Zoom terecht. En daar zijn we opgeleid als bruggenbouw, mijnenruimen, mijnenopruimen. En booby traps leggen en heel die troep wat de genie moet kennen. En daar waren we net mee klaar. En toen kwam de grote bevrijding. Stop.